overigens. Okay. Over een tijdje wordt het appen op de fiets verboden en beboet. Wat vindt u daarvan? Vind ik heel goed. Ja, want ik vind het levensgevaarlijk. Als je soms ziet hoe mensen met de telefoon in de hand op de fiets zitten. Ja, dat is vraag om problemen, zeg maar. Ja. Vind je het goed dat het verboden wordt? Ja, eigenlijk wel. Maar, Ik vind bijvoorbeeld niet dat je er dan, als je één keer even wil kijken hoe laat het is, bijvoorbeeld dat je dan meteen een heel groot bedrag moet betalen. Ik vind het best wel goed eigenlijk. Ik merk dat ik soms ook wel snel mijn telefoon erbij pak op de fiets. Maar het is wel heel gevaarlijk eigenlijk, merk ik. En sowieso fietsers is wel lastig, zeg maar. Dat is best wel gevaarlijk. En dan ook nog op de telefoon. Dus er komen best snel ongelukken. Ja, op zich zie ik wel dat er veel ongelukken plaatsvinden tegenwoordig met de telefoon op de weg. Dus ja, ik vind het wel goed. Ik vind het wel een goede maatregel, ja. Ik denk wel dat met name jongeren wel minder opletten als ze constant op hun telefoon zitten. En dat is wel gevaarlijk voor automobilisten. Dus ja, ik vind het wel terecht. Denkt u dat het zoden aan de dijk zet? Ja, ik denk wel dat je wel na gaat denken. Misschien de eerste keer niet, maar als je een keer wordt beboet, dan denk je wel voor de volgende keer na van, ik laat het maar even, denk ik, op het moment. Ik heb nu ook oordopjes in de telefoon in de jaszak, dus ik probeer het natuurlijk aan de regels te houden. Maar ja, eens heb je wel eens een keer tijd dat je denkt van, weet je, kan wel even snel, maar ja. Wat vindt u van de hoogte van de boete als je gepakt wordt? En die is nu gezet op? Ik dacht 90 euro. Ja, ik denk dat ze hem nog wel wat hoger mogen schroeven. Dat mensen dan het risico nog wel een keer gauw willen nemen. Dan kijk ik natuurlijk ook wel naar mezelf. Maar ik denk als je wat hoger schroeft dat het aanzienlijk minder wordt. Ja, denk ik wel. Verwacht u dat veel mensen zich houden aan het appverbod? Nee, ik denk dat je altijd wel mensen hebt die dat zullen negeren. Maar het grootste gedeelte die zal dat wel doen. Ja, zeker. Nou, ja, sommige mensen gaan misschien wel nog eventjes snel een appje versturen, maar... Denkt u dat veel mensen zich zullen houden aan het verbod? Ik denk het niet. Nee, ik denk dat ze eerst een flinke boete moeten krijgen voordat ze bedenken. En ook wel dat ik denk van, ik vind het heel goed dat er fikse boetes op komen te staan. Alleen vraag ik me ook wel af of dat het effect gaat hebben wat men wil, wat men ermee wil bereiken, zeg maar. Want ik denk als je eenmaal een ongeluk hebt gekregen doordat je dat hebt gedaan, dat je wel 10 keer nadenkt de volgende keer van, oh ja, dat was niet zo verstandig en dat moet ik niet weer doen. Ik denk dat mijn ouders zouden doen dat ik de helft moet betalen en zij de andere helft. Ja, dat zouden mijn ouders ook doen. Het is ook zo, iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen en als je de wet overtreedt, dan moet je betalen. Wat vind je daarvan? Ik vind wel dat sommige dingen, als je dan de wet overtreedt, dat je wel echt moet gaan betalen. Er zijn wel regels. Er moeten wel regels zijn, anders doet iedereen zomaar wat hij wil. En dan, ja. Ja, maar als je heel kort even gaat kijken of zoiets, op je telefoon later of zo. Het is altijd eventjes, hè? Vind je dat kinderen met name deze boete zelf moeten betalen of dat hun ouders die moeten betalen? Als ze appen zelf op de fiets, dan vind ik ook dat je daar zelf verantwoording voor moet nemen. Ze moeten het wel zelf betalen in mijn ogen.